Jongens, dit wordt de meest krankzinnige unboxing ever. Ik krijg deze doos amper op mijn benen. Alhoewel, ik had hem wel naast mijn bed neergezet. En ik had opeens van een eenpersoon, zat ik wel opeens een tweepersoonsbed vannacht. Hi en welkom terug bij weer een nieuwe video. Dit keer een hele speciale video, want ik zit in de top 20 van de Nix Face Awards Nederland. Hoe gaaf. Alle mensen die in de top 20 zitten, is er een mysterieuze grote box. En die grote box is gisteren bij me binnengekomen. Ik viel bijna weer letterlijk de trap weer naar beneden. Want de doos was zo lomp en groot en breed. Dat ik bij een tree bleef haken en bijna weer achterover de trap afviel in plaats van voorover. Mensen, hij is echt huge. Ik krijg hem ook amper op mijn benen. Hij is gewoon te groot. Dus ik ga hem unboxen. Ik heb er nog niet in gekeken. Ik heb nog geen andere unboxings van de rest gezien. Dus ik probeer ook zo snel mogelijk erbij te zijn. Ik heb mijn schaar in de hand. En we gaan hem unboxen. Heel veel roze papier. En natuurlijk moeten we alles op Instagram vastleggen. Ben bezig met de unboxing van de Nix Face Award. En de doos is huge. Hij is echt zo groot. Hij kan amper op mijn schoot. Up to date. Oké, sowieso zit een hele grote lipstick bij. En hier staat op de Nix Face Awards. Congrats, you have made it to the top 20. We love your Face Awards tutorial and we can't wait to see the next one. Face Awards NL, congrats. Superleuk. Oh jongens, wauw. Oké, we hebben Garnier Skin Active. Micellaire reinigingswater. En even kijken, het ziet er heel apart uit. Kijk, het is echt zeg maar... Bovenin is het een mooi goud dingetje. It's pretty. Dan heb ik ook van de NYX, even kijken, de Perfect Filter. En even kijken, dit is met donker en dit is met bruin. En zoals je kan zien, dat zijn gewoon oogschaduwpaletjes. Dus nou, die komen natuurlijk altijd van pas voor een prachtige smoky eye. Dan heb ik een Skin Active Mask Hydra Bomb. En dit is voor 15 minuutjes, dus die zit er ook bij. Met nog de NYX Strobe Genius en Genie palet. En dit is inderdaad met conceal en highlight. En hier was ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dit is echt zo'n heel apart paletje wat je altijd gewoon bij de hand moet hebben. Als je even gauw wat bij wil tippen. Love it. En natuurlijk kan het contour palet ook niet ontbreken. Die wilde ik pas geleden ook al gaan kopen. En nu heb ik hem. Top. Echt super ideaal. Prachtig contourpalet. Ik heb er al heel veel mooie dingen over gehoord. Dus hier ga ik natuurlijk ook mee aan de slag. Dan heb ik nog een Cleansing Salt Scrub. Van NYX. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind sowieso altijd de scrub echt heerlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat aanvoelen. Dan heb ik ook de Skin Active van Garnier. En deze heb ik zelf ook al. Die is al op de helft. En die is ook echt heel erg fijn. Dit is zeg maar een washing. Dan heb ik natuurlijk ook nog eyeliners. En ik heb even kijken in Vibrant. En dit is roze rood. Die is ook al echt heel erg gaaf. Dan heb ik die ook in het blauw, in het lichtroze, in het groen en in het lichtgroen. Erg nice. Ik vind altijd een ander soort eyeliner ook echt wel tof. Dit is de Matte Liquid Liner. Mat vind ik ook altijd heel erg fijn. Ik vind met zo'n glanzende eyeliner vind ik niet mooi. Dan heb ik nog de Vanille Liquid Liner. Dus dat is weer een andere soort. Nog een Butter Lipstick in deze kleur. Liquid Suede van NYX. Die ziet ook echt heel erg mooi uit. Oké, dan heb ik nog de finishing powder. En dat is, even kijken, zijn dat allebei dezelfde? Ik denk het wel. Ja, dat zijn twee dezelfde. En die zien er zo uit. Dan heb ik nog, even kijken, twee paletjes. Oogschaduwpaletjes ook. Even kijken, de een is met wat oudere tinten. Dus wat bruiner en grijs. En de andere is echt met hele felle kleurtjes. Dan heb ik nog een wenkbrauwproduct van NYX. En dat is, even kijken, in de kleur... waterproof. Die ziet er zo uit. Nou ja, ik doe natuurlijk ook mensen ondertussen opmaken voor VCG en bruidjes. Dus die komt heel erg goed van pas. Dan heb ik nog een, even kijken, een soft matte lip cream. En dit is in de kleur Marokko. En die vond ik ook echt toen heel veel zwartjes echt heel mooi. Dan heb ik nog een NYX bronzer. En die ziet er zo uit. Dat is een heel klein vierkantje. En hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dit is de Total Control. En dit is een foundation in de kleur, even kijken, Shake It Well Before Use. En dit is, even kijken hoor, ik zie de kleur even 1, 2, 3 niet staan. Hier staat Light Clair Medium.
en full coverage. Dus full coverage is 4 druppeltjes, medium 3 druppeltjes en light clear is 2 druppeltjes. Maar dat is dus een foundation. Dan heb ik nog een hele toffe NYX Liquid Suaire en dit is in de kleur 10. En deze ziet er ook echt heel erg halleluja uit. Dan heb ik nog de NYX Glitter Primer en daar ben ik heel erg fan van. Dus hier heb ik alvast dan een vervanger voor. Dan heb ik nog een Liquid Suaire en dit is in de kleur 23. Die ziet er ook heel erg mooi uit. Club Hopper. En dat is een bruine kleur. Guys, niet normaal. Oh my god. Oh, we gaan gewoon door. Ja. Dit is de Dewy Finish van NYX. En dat is een pompje. Die ziet er ook wel heel goed uit. Ik ben benieuwd. Inderdaad, een Dewy Finish vind ik al heel mooi. Vooral omdat de zomer aankomt. Dan hebben we hier ook nog een brow pencil. En even kijken. Dit is in de kleur Black Noir. Ja. Komt goed uit. Ik heb altijd wel vaak donkere wenkbrauwen. Dus top. Dan heb ik hier nog een mascara. Een color mascara in de kleur paars. Dan heb ik hier ook nog een Cleaning Milk Stripped Off. En die is ook van NYX. Dus die ziet er ook goed uit. Die lijkt tot die tube van die peeling. Dan heb ik hier nog een, even kijken, 09 MSF. Dit is een contour stick, denk ik. Ziet er ook goed uit. Dan heb ik hier nog de HD Studio Concealer in de kleur, even kijken, CW04 in beige. Dit is de kleur Soft Matte Lip Cream en dit is in de kleur Ibiza. Dus dat is ook weer zo'n rood-roze kleur. En ik heb hier nog de NYX Cosmetic Metals en dat is ook een lip cream. En dat is echt een blauw-groene aparte kleur, ook heel tof. Dan heb ik nog een Epic Ink Liner, ook van NYX. Die ziet er zo uit. Een Prove It. En dat is een oogschaduwprimer. Waterproof. Komt ook altijd goed uit natuurlijk. Dan heb ik hier nog een Intense Putter Gloss. En dit is in de kleur Banana Split. En die is wat donkerder oranje. Ook wel mooi. Brilliant. Komt altijd van pas. Ik hou van glitters. Nog een prachtige glitter. En deze is soort, ja deze vind ik wel echt heel erg mooi. Deze is soort met een bronsgouden tint. Airy Cream. Wow, van Redken. Geen föhn, geen probleem. De air cream zorgt ervoor dat het haar snel zacht en goed droogt met structuur en body. Breng een kleine hoeveelheid gelijkmatig aan op handdoekdroog haar. Maak de handen met een draaiende beweging, samentrekkende beweging en laat het haar op natuurlijke wijze drogen. Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik hier nog een Liquid Suaire Glam. En dit is in de kleur 08 en dit is de Pink Lust. Hier nog een Born to Glow Illuminator Sunbeam. Highlighter, I love it. Dan heb ik hier nog een concealer en dit is in de kleur, even kijken, porselein. Die ziet er zo uit. En nog een soft matte lip cream in de kleur San Paolo. En dat zijn natuurlijk al die steden, echt super leuk dat ze daar al die steden naar hebben genoemd. Dan heb ik hier nog een oogschaduw in de kleur Electroshock en dat is blauw. En de andere kleur is in het groen en die heet Moneymaker. Dus dat is een groene kleur. Dan heb ik hier nog een NYX make-up remover. Vloeistofje. Dan heb ik hier nog een Liquid Suaire van NYX in de kleur Stone Fox. Dat is wel een hele donkere kleur. Heel apart. Dan heb ik hier nog een gel eyeliner. Die is wel heel fijn. Dus daar heb ik een backup nu van. Dan heb ik hier nog een Vibrant eyeliner in geel. Dan heb ik hier nog een Liquid Suaire in de kleur Full Mouth. Ook een hele aparte kleur. Dan heb ik hier nog een NYX All Way We Glow en Liquid Highlighter. En die ben ik ook wel heel, heel benieuwd naar. Dan heb ik hier nog een Butter Lipstick in de kleur West Coast. Die ziet er zo uit. Een Intense Butter Gloss in de kleur, even kijken, Napoleon. Dan heb ik hier nog een kleur Butter Gloss in de kleur Maple Blondie. Dus die ziet er zo uit. Nog een HD Finish Powder. Daar had ik er al natuurlijk twee van, maar dit is een wat wittere. Dan heb ik hier nog twee aparte glitters, pigments in, even kijken, een soort goudgele kleur. En die heet, even kijken, Goham. En die ziet er zo uit. En die andere is een blue, staat er. En dat is gewoon echt een blauwe glitter van de naam blue. Dan heb ik hier nog een Intense Butter Gloss en deze is in de kleur Red Wine Truffle. Die ziet er zo uit. Jongens, dit is echt niet normaal. Holy craps. De Diamond Oil Glow Dry. En dit is een gloss scrub. Ook van Redken. Ook een hele grote tube. Dan heb ik nog een Cosmetic Metals in blauw. Dan heb ik nog een mascara in
blauw. Dan heb ik nog een Cosmetic Medals in paars. Een Liquid Suede in de kleur Life is a Beach. Dan heb ik hier nog een RB Glow Highlighter in Moonbeam. Heb ik hier nog een lippotlood, lip liner, crayon en even kijken, dit is de kleur fuchsia. Dat is gewoon felroze. Dan heb ik nog een felroze soft matte lipcreme in Addis Ababa. Addis Ababa. Dit is echt de meest grote grabbelton waar ik echt serieus ever in heb lopen graaien. Dan heb ik nog een brow pencil in de kleur, even kijken, brunette. Een oog, wenkbrauwpotlood, niet oog. Dan heb ik hier nog lashes van NYX. Ook mooi. Dan heb ik hier nog een glitter, een soort parelmoer. Dan heb ik hier nog een glitter in cranberry. Prachtige oogschaduw in, even kijken, Bewitched. En dat is een soort olijfgroene kleur. Dan heb ik hier dan nog een Metals. Dit is in de 06 Solar Energy. En dat is echt een oranje-roze kleur. Contour stick in 03. Dan heb ik hier nog een soft matte lipcreme Ibiza. Nog een eentje in Addis Ababa. En even kijken, een lippotlood in helemaal rood. En dit is de kleur Red Tape. En nog eentje in de kleur Alien. Dat is ook een hele donkere. Dan heb ik hier nog een lipkleur Pinky. En heb ik hier nog een gel eyeliner. Even kijken. Of nee, dit is een, even kijken, brunette voor je brows. Dan heb ik nog een Metals. En deze is in de kleur Fuchsia Fuchsin. Dan heb ik nog een eyeliner in de kleur paars. Dan heb ik nog een ombre blush in, even kijken, Feel the Heat. En die is ook al heel erg tof, net de zonsondergang. Love it. Een mascara dubbel stacked. En dat is wel een heel apart iets, want dat is soort net witte pluisjes. En daardoor lijken je wimpers, als je een zwarte eroverheen doet, dat ze extra groot en lang lijken, zeg maar. Dus die wil ik al uitproberen op video. Die is wel heel apart, denk ik. Begin. Nou ga ik nog als laatste keer zoeken en dan is die als goed is op. Het is over. Het is leeg. Wauw. Echt, als ik zie wat ik naast me heb leggen, dat is echt, echt bizar. Oké, ik wil sowieso NYX echt onwijs, onwijs bedanken voor alle goodies. Echt onwijs leuk en gaaf om dit te mogen meemaken. Ten eerste, ik heb geen opleiding gevolgd en ik heb NYX verder ooit gehad met sminken. Maar ik was vroeger altijd gewoon heel goed in tekenen en op een gegeven moment ben ik 2,5 jaar geleden begonnen met make-up. Toen inderdaad een YouTube kanaal met tutorials en dat soort dingen. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, oké, ik wil even de Grimas smink gaan proberen en kijken wat ik daarmee kan doen. En dat is tot zover goed uitgepakt, want nu zit ik na de vierde, vijfde sminklook gewoon in de NYX top 20. Dus wanneer de volgende look online staat, kunnen jullie allemaal elke dag een stem uitbrengen. Dus ik hoop natuurlijk dat ik op mijn volgers kan rekenen. Ik heb er natuurlijk nu ruim 7000, dus ik hoop echt dat de mensen het mij gunnen. Dat die elke dag een stem willen uitbrengen op mij. Ik zal natuurlijk ook de linkjes delen. En er komt natuurlijk nog een aparte video natuurlijk van. En onder de look zou ik ook alles even neerzetten. Ik hoop dat ik op jouw steun en stem kan rekenen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik er zelf nog van ga maken. Dat is natuurlijk ook altijd heel apart. Wat ga ik doen en waar kan ik natuurlijk een goede indruk mee achterlaten. Maar met deze producten moet het deels al heel erg goed komen. Dus ik ga met de glitter en de kleuren aan de slag. En jullie zien mij heel snel met de volgende look. Doeg!